Ja, oké. Nou, ik lees zojuist het nieuws dat Ines Wesky ja, ook niet meer de verdediging zal voeren voor meneer Taghi. Ja, het zijn dingetjes in Nederland. Ik vind het allemaal een beetje een schijnproces wat tegen de man gevoerd wordt. We weten natuurlijk allemaal niet precies wat er zich heeft afgespeeld achter de schermen bij de organisatie van de heer Taghi. Mocht er sprake zijn van een organisatie. Ja, de man is natuurlijk ontvoerd uit Dubai, wat eigenlijk niet kan, hè, op de manier waarop het gegaan is. Hij heeft daar een flink pak slaag gehad. Zoiets krijg je niet van tegen de muur lopen natuurlijk. Daarna is hij eigenlijk verketterd door alles en iedereen. Hij is nog steeds niet veroordeeld. Ik vind het altijd moeilijk om mensen ergens van beschuldigen op het moment dat degene nog niet veroordeeld is. Iedereen heeft recht op een eerlijk proces in Nederland. Als jij al niet gewoon op een normale manier contact kan hebben met je advocaten. Hè? Ik bedoel, er is nog altijd een soort van vertrouwensband tussen de advocaat en de cliënt. En ja, het heeft ook eigenlijk helemaal geen zin voor hem om met zijn advocaat te praten in vertrouwen. Want er wordt gewoon afgeluisterd. En alles wordt gewoon gemonitord. Ik denk niet dat het heel onverstandig is van meneer Taghi dat hij nu zichzelf gaat verdedigen. Dat hij voor zijn eigen verdediging gaat staan. Want alles wat hij in zijn hoofd heeft en waar hij het over wil hebben met zichzelf. Ja, dat is zijn dingen. Dat hoeft niet gemonitord te worden door justitie voordat de zaak gaat beginnen. Taghi, veel succes. En ik denk dat het een verstandige keuze is. Ik denk dat je ook een heleboel mensen de mond snoert nu. En ik hoop dat jij je goed voor gaat bereiden op wat er gaat komen. Ik weet dat je dit ziet, vriend. Want je zal vast een telefoontje hebben van je bewaarder. En bij deze. Mocht je wel die seriemoordenaar zijn die iedereen zegt wie je bent. Dan geen respect. Maar voor deze keuze heb ik wel respect. Want we leven nou eenmaal in een bananenrepubliek. Ja, de bananenrepubliek Nederland. En jij gaat op het hakblok. Wat moet ik zeggen? Je gaat op het slachtblok, vriend. Ja, dus heel veel sterkte de komende jaren met je verdediging, Taghi. En de kook in Nederland is nog steeds dezelfde prijs en dezelfde kwaliteit. Dus zo groot was je dan ook weer niet. Hè? Woes! Taghi, strijder, succes. Want alles kan kapot. Nederlandse rechtspraak is al kapot. Daar ben je ook op een hele grove manier achter gekomen. Wij niet. Wij snuiven gewoon door. Woes!